Lekker. Je hebt twee clubs vandaag enorm blij gemaakt. Wat heb jij hun kunnen vertellen? Ik heb hen kunnen vertellen dat het college van burgemeester en wethouders positief heeft besloten in accommoderen van twee kunstgrasvelden. Eentje bij Luktorret en Mergo. Het hoofdveld is nu nog natuurveld. Dat wordt omgezet naar kunstgras. En hier bij AVC was er vanwege de enorme ledengroei behoefte aan een extra veld, een vierde veld. Uitgevoerd in kunstgras. En dat hebben wij ook van een positief besluit kunnen voorzien. Al met al, er gebeurt ook nog wat in de parkeerplaats hier op het complex. De oeverveldverlichting gaat uiteraard veranderd worden. En het is dus met elkaar een investering van 1,4 miljoen euro in sportvoorzieningen. Maar er moet bij gezegd worden, dit is een besluit van het college. Maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Almelo daar nog een laatste stem in. Dus die zal de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen zal daar een definitief besluit over nemen. Het allermooiste en het meest bijzondere dat AVC mag uitbreiden naar vier velden. En in plaats van één, twee kunstgrasvelden krijgt. Bij AVC zit de groei er goed in. We hebben natuurlijk het profijt van het kolenveld, het weggelen wat ontwikkeld wordt. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je zoveel teams dat je het heel moeilijk kan bolwerken op drie velden. En nu met die uitbreiding naar dat vierde veld voorzien we ook in de KNVB-behoefte, die is uitgerekend. En het is toch een lang traject geweest. We zijn anderhalf, twee jaar geleden met elkaar in gesprek gegaan. Dat is toen ook al naar buiten gekomen. En zeker de laatste weken is ontzettend snel geschakeld. Corona lijkt even uit de lucht. Dus iedereen heeft er weer zin in om buiten te spelen. En dit geeft onze club een geweldig impuls. Qua groei, qua potentie, qua uitstraling. Ja, en dat is natuurlijk wel echt een dikke pluim voor de wethouders. En ook vergeet vooral de mensen die naast hem stonden. Michiel ten Dam heeft ons goed geholpen. Timo, Marjolein. Ja, het is misschien niet handig altijd om namen te noemen. Maar de wethouder met deze drie mensen heeft zich de laatste tijd heel hard gemaakt voor onze zaak. En daarom is het snel tot een goed einde gekomen. Je bent hier naar de sportcomplex gelokt. Waarom? Omdat wij vandaag te horen hebben gekregen dat Luktor een tweede kunstgrasveld krijgt. En was dat nodig? Nou, dat was zeker nodig, omdat ons hoofdveld eigenlijk al jarenlang één groot hobbelveld is. En er een nodig onderhoud aan gepleegd moest worden. Was het een verrassing voor jullie? Nou, niet eigenlijk een verrassing, want we zijn al meer dan 2,5 jaar bezig met de gemeente. Om te kijken wat de mogelijkheden waren. Nou, het huidige veld is een grasveld en die is echt aan onderhoud toe. En dit is eigenlijk voor de toekomst gezien gewoon het ideale beeld. Hè. Het is een ideaal veld. Het wordt ook gebruikt als trainingsveld door de week. Dus het is voor iedereen, voor ieder spelend lid, geeft het eigenlijk dezelfde kwaliteit trainingen, zeg maar.